Toen we anderhalf jaar geleden voor de eerste keer het idee opgevat hebben, was de uitdaging om uh, zo divers mogelijk te gaan. Nu, je kan natuurlijk nog altijd veel diverser gaan. We hebben ons wel op een aantal zaken moeten afleiden. We hebben bijvoorbeeld gezegd: zijn Belgische componisten. We houden het in het Nederlands. En zo hebben we nog een aantal criteria uitgezet. Maar daarbinnen zijn we dan eigenlijk echt op zoek gegaan naar componisten, heel bewust. Die in verschillende diverse uh, stijlen componeren. En eigenlijk hoopten we ook dat ze in het kinderlied, met de teksten van Frank, ook op die manier aan de slag zouden gaan. Waarom? Omdat uh, we merken dat een bepaalde bundel heel dikwijls zeer eendimensionaal. Van stijl is. Ook bijvoorbeeld bij muziekmethodes: ja? lichte muziek, jazzy, een beetje klassiek. Ja? En wij wilden eigenlijk uh, een bloemlezing geven van allemaal liederen vanuit verschillende genres. Ja. Dat de kinderen, geprikkeld door de teksten van Frank Adam, ja. maar ook door onze keuze geprikkeld, naar andere muzikale genres worden toegetrokken. Ik had nog als dirigent een project gedaan met Frank Adam. Uh... Waarbij zijn tekst gebruikt werd en Diederik Glorieux de muziek had gecomponeerd. En dat heb ik dan gedirigeerd. Uh, en toen viel het mij al op van dat zijn teksten bijzonder muzikaal zijn. Heel beeldrijk en bijzonder muzikaal. En ik moet zeggen, ik heb nog maar bij weinig teksten het gevoel gehad van je neemt ze en je hoort de muziek terwijl je de woorden aan het lezen bent. Het had voor mij een beetje het gevoel als ik. Uh, ik heb natuurlijk ook een selectie gemaakt. Uh, maar in de selectie die ik gemaakt heb, het zijn kleine verhaaltjes. En voor mij deed het zo'n beetje denken aan zijn kleine mini-operatjes, zijn kinderoperatjes. Ja, op, op de tijdspannen van twee, drie, vier minuten heb je eigenlijk een volledig verhaaltje die zich afspeelt. En dat is dankbaar materiaal om mee aan het werk te gaan. Ik vond dat echt uh, schitterende poëzie. Um, waarom? Omdat ze enorm gelaagd is. Ik moest eigenlijk onmiddellijk denken aan de muziek van Mozart. Ja, dus de muziek van Mozart is uh, soms kinderlijk, ja, of te begrijpen door kinderen. Ja. Je kan die deuntjes nafluiten. Ja. Dus die laag is zeker aanwezig, die onmiddellijke herkenbaarheid. Maar er zit ook een laag, ja, een analytische laag in. Er zit ook een, een diepe emotionele laag in, die door volwassenen ook te herkennen is. En ik vind uh, op, uh, op heel korte tijd eigenlijk dat hij altijd een enorme wereld kan creëren Um, en dat zijn tenminste ook de, de gedichten die ik dan gekozen heb, die, die die gelaagdheid heel duidelijk hadden. Ja, ik vind ze zeer beeldend en, en, en zeer dankbaar om, de, om, om daarmee om, om te gaan. En ook hier in, in de tekst die ik gekozen heb, ja, het is, is, is heel kort, maar, maar ja, je krijgt bepaalde, ja, krijg bepaalde beelden meteen. En ik had dan. Ja, eigenlijk ook meteen het idee om te werken enkel met dat woordje van kom en van computer, maar dat je ook iets kan doen van kom, kom, dat is het Nederlandse kom met k. Um, dus dat je zo'n beetje die dubbele betekenis daar hebt. En ja, ik vond, vond het heel, heel dankbaar om, om, daar, om daarvoor te, voor te schrijven. Het is, um, ja, ik, ik heb nu ja, de laatste tijd wel veel met, met teksten gewerkt en, en je voelt wel wanneer dat uh, ja, teksten eigenlijk. eigenlijk voor muziek vind ik altijd, wanneer dat teksten beknopt zijn en, en direct een, een beeld oproepen, dat dat eigenlijk het meest dankbare is dat je kan krijgen. en Dat is wel hetgeen dat hier het geval is. Ja. Maar je merkt wel dat goede tekstschrijvers heel vaak ook muzikaal kunnen denken. Dus dan een, een, ik, soms krijg ik teksten van tekstschrijvers waar, als je die leest, voel je automatisch het maatcijfer. Al zeker als muzikant zijnde, natuurlijk. Um, bij die gedichten van Frank Adem was dat ook wel een beetje. Voor mij was dat metrum heel snel duidelijk waar... waar waar dat voor mij de klemtonen en het ritme zag, zat. Um, ik vind het ook heel belangrijk als je een tekst leest dat die klemtonen vrij natuurlijk aanvoelen, alsof dat je ze zegt, maar dat die ook muzikaal op de logische, op de logische tijden zeg maar, komen. Um, maar ik vind dat Frank Adam daar echt een enorme naturel ook in heeft in zijn eigen gedichten. Dus dat ging inderdaad, zoals je zelf zegt, voor mij heel snel om daar uh, muziek op te zetten. Een zeer interessante inhoud, denk ik. Um, ik heb wel gekozen voor wat langere teksten, omdat ik eigenlijk... Wel um, gewoon ben van veel tekst in, in compositie te stoppen. Dat vind ik natuurlijk ook een van de meest fantastische elementen aan de literatuur, of zeker in deze bundel van, van, van Frank Adam, dat hij mij, dat hij mij uh, als componist, maar ook de kinderen prikkelt, uh, uitdaagt. En inderdaad, zoals je zelf al zei, er zitten er hele prikkelende, verbeeldende teksten in. Er zitten er ook meer gevoelige teksten in. En, en, en wat ik fijn vind dat Frank. Durft echt. Ja. Hij durft met die tien dingen naar keus, mm -hmm. dingen zeggen die wij als volwassenen misschien soms wel denken, maar toch zeker niet gaan zeggen voor, voor camera of, uh, of neer gaan schrijven, waar de kinderen wel mee bezig zijn. De fantasie. Ja, de fantasie. Ik vind dat zo fantastisch. Uh, er is zoveel materiaal wat gebruikt wordt in muziekscholen, wat ik vind van. Dat mist nu toch echt wel dat beetje extra kwaliteit. Eh, dat we aan de leerlingen ook zouden kunnen bieden. En die dan misschien de overgang naar de kunstmuziek toch wat gemakkelijker zou maken. Als ze er al een beetje meer mee geïntroduceerd worden tijdens hun opleiding. En daarom ja, ik dirigeer graag. Of, of ik componeer graag voor kinderen. Eh, omdat het is ook een heel direct publiek Je weet onmiddellijk van staat het hen aan of staat het hen niet aan. Ze verbergen het niet en je kan heel veel fantasie gebruiken en ze gaan daar ook onmiddellijk in meekinderen. Een, een, een heel eerlijke jury om het ja, zo te zeggen. Ja, ja. Het fijne aan uh, Frank Adam was ook, uh, toen ik met hem aan het communiceren was over die productie, dus ook over dit lied van uh, of uh, Tien dingen naar keus, had hij mij bijna een volledige regieaanduiding van hoe ik het kon doen. Ja? En dat is heel fijn bij Frank. Hij suggereert altijd heel veel. Maar ga je een andere kant uit, dan is het ook mogelijk. Ja, binnen muziektheater en eigenlijk alles dat je met tekst doet, is, is het altijd de vraag van in hoeverre ga je één op één die tekst gaan volgen. Want als je dat te lang doet, dan één op één iets volgen, dan kan het een beetje getelefoneerd werken of karikaturaal. Wat soms natuurlijk heel goed kan zijn in een context van muziektheater. Um, maar het is ook net goed soms om dat eigenlijk als twee hoofden, als, als de tekst één hoofd is en de muziek de andere hoofd, dat ze soms elkaar parallel volgen, dat ze soms uit elkaar en dat je dan weer uh, een soort van één op één moment krijgt en daarvan van weg gaat. Dus dat je eigenlijk een, een dramaturgie ontwikkelt tussen, tussen, laten we zeggen, de muzikale component en het, en het woord. Dus ik, ik heb vier liederen gekozen um, omdat ik toch een soort van boog ook tussen de verschillende liederen wilde. Um, en het uh, schrijven in het zand moest het eerste lied zijn. Um, waarom? Omdat het, het gaat eigenlijk over een kind dat aan het spelen is, maar tezelfde tijd ontdekt het zichzelf door zijn eigen naam in het zand te schrijven. Dus het gaat ook voor mij over identiteit en ook over het begin eigenlijk van het schrijven, het lezen. Hè? Dus de, de nieuwe fantasiewereld die geopend wordt eigenlijk door te leren schrijven. Uh, en daar. Daarom moest dat het eerste gedicht zijn eigenlijk bij mij. Het idee voor die, om deze tekst te kiezen vond ik eigenlijk al het gegeven verdriet. Daar wordt niet vaak over gezongen in kinderliederen. Het zijn eigenlijk altijd open liedjes, altijd happy, happy. Maar ik vond het een keer een uitdaging: waarom niet over verdriet een kinderkoor- of jeugdkoorcompositie maken? Ja, op het ogenblik dat, dat eigenlijk echt de wending komt, uh, op mijn potlood komt een hoofd met een gezicht, dus dat begint heel onschuldig, maar dan het wordt het lelijk, luizig, vuil. En daar ligt ook die modulatie waarover we net spraken, daar ligt de klemton eigenlijk. Dus ik denk dat dat een beetje het hoogtepunt is. En dan bouw ik ook weer af, omdat kind, dat ik zeg van, uh, van zoveel tekenen, daar word ik bang van. Dus dat is eigenlijk wel, ook wel een beetje humoristisch gezien. Ja, natuurlijk. ja het einde is heel gra grappig eigenlijk. Ja. Dus het ritme voel je van... Ja. Hij weet echt wel met een muzikaal ritme te werken. En soms uh, moet je als componist je in alle bochten wringen om een bepaalde zin toch ergens muzikaal in een plan te krijgen of in een structuur te krijgen die je voor ogen hebt. En dat heb je bij de muziek van Frank niet. Het rolt er eigenlijk gewoon uit. rammetam tom Ja, ja. dat voor de hand <laughs> Het kon ook niet veel anders. Hè. Als het gaat over de jungle en het gaat over uh, een tam-tam. Uh, ja, dan, dan is dat het eerste wat dat je een ritme bij krijgt en, en een flarde melodie. Uh, en dan hang je al de rest hang je daar dan aan volgen. Het is eigenlijk een heel korte tekst hè, dat, ik, dat ik gekozen heb. En dat je die tekst eigenlijk uh, ja, probeert te lezen. En je hebt daar, ja, bijvoorbeeld het eerste woord, computersnoer. Ja, dat, dat kan je, je kan natuurlijk doen computer maar dat is een beetje vreemd, want dan zitten met de op de tel met... Maar als je doet computersnoer, computerslang, dat is eigenlijk vrij natuurlijk. En dus zo. En ik, dus, dat ziet de partituur er misschien complex uit met die maatwisseling, maar ik denk wel als je het vanuit een, een natuurlijke ritme benadert dat dat. Uh, Net helpt om, om dat ondergaan te leven. Alleen, dat, dat is de manier waarop ik ermee ben omgaan. Enerzijds beperkender, maar zoals je het zelf ook heel mooi zegt, uh, de uitdaging wordt nog net iets groter. Maar ik denk een beetje in dezelfde filosofie: van wat is er mogelijk? Waar, uh, ja, wat is mijn muzikale taal? Wat zijn de raakvlakken? En dat je van daaruit eigenlijk op zoek gaat naar iets wat. Ja, wat zingbaar is. Heel specifiek voor, voor, voor het lied dat ik hier gemaakt heb, ben ik aan de slag gegaan met een van de Messian modi. Mm -hmm. um, en eigenlijk het hele werk, want het is een onderdeel uit een groter werk, uh, is gecomponeerd in die, in die ene modi. Maar ik heb ervoor gezorgd dat alle melodieën, of quasi alle melodieën, die gezongen worden uh, door de kinderen, um, ja, ook. Tonaal of modaal kunnen geïnterpreteerd worden? Ja, de beperking zit natuurlijk in uh, de tessituur uh, die kinderen kunnen gebruiken. De vraag is ook van wordt het een lied wat men heel regelmatig zal gebruiken en wat men er bijvoorbeeld een aantal weken of een aantal maanden zal laten rijpen of is het iets wat men heel snel zal nemen, één of twee weken en dan moet het af zijn. Dat maakt natuurlijk een groot verschil in wat dat je allemaal kunt gebruiken als middelen. Uh, maar voor mij gaat het in de eerste plaats nog altijd van: uh, is het een ritme, is het een melodie, is het een expressie, is het een kleur die kinderen zal aanspreken? En dan vormt zowel de zang, hè, want oorspronkelijk was het van: uh, maak een melodie. En je hoeft geen begeleiding te voorzien. Als je er wat akkoorden bij zet, dan gaan we wel kijken van wat dat we kunnen doen. Maar voor mij gaat dat niet. Het, het, het is een geheel, zoals ik zei, mini-operatje. Uh, dan, dan hoort zang en begeleiding hoort eigenlijk als één geheel bij elkaar. Uh, maar natuurlijk, ja, kinderen hebben uh, een, uh, ja, een bepaalde range. Eh, die, um, die kleiner is, dus um, uh, min of meer een octave eigenlijk. Uh, dus daar heb ik mee aan gehouden. Ik heb uh, ervoor gezorgd dat er geen. Uh, al te moeilijke intervallen zijn bijvoorbeeld. Um, uh, de muziek, denk ik, uh, ja, is, um, er zit wel redelijk wat herhaling ook in. Hein? Dus uh, een beetje het strofisch uh, mm -hmm. idee, denk ik. Um, misschien in de muziek zelf, dat er ook wel een directe herkenbaarheid zit. Hein? Zoals bijvoorbeeld de muziek van Mozart. Uh. Het is belangrijk dat ze eigenlijk een melodiestructuur. Gemakkelijk opnemen. En daar moet er wel een logica in zitten. Dus als je begint met een motief, ja, moet je niet volgende dan onmiddellijk een ander motief en dan ook een ander. Je moet daar die logische structuur dat kinderen gemakkelijk opnemen, dat ze gemakkelijk uit het geheugen ook die melodie kunnen gaan, gaan reproduceren. Ik denk dat dat belangrijk is, die structuur. En het tonale gegeven vind ik ook altijd wel bij de kinderen is belangrijk. Verder uh, heb ik het voornamelijk op die manier opgevat dat de begeleiding, hetgeen wat het in de piano uh, gehoord wordt, eigenlijk de algemene sfeer heeft ja. van het lied. Dus niet dat ik echt op het werk ga werken, maar er zijn wel een aantal spreekkoren uh, waar ik dat dan wel ga doen. Hè, waar bijvoorbeeld een hond wordt nagebootst, waarbij uh, ja, men aan het rollen gaat met. Uh, Dezelfde elementen. Dus op, op die manier heb ik het wel gedaan. Maar eigenlijk de hoofdmelodie die is vrij abstract, en die wordt een aantal keer getransponeerd. Het proces van componeren of hoe ik te werk ga, dat, heeft dat hangt niet bepaald af voor wie ik het schrijf. Ik kom natuurlijk wel rekening mee met het feit dat kinderen het gaan zingen, maar dat heeft niet echt invloed op mijn manier van werken of zo. Um, of het nu voor professionelen is, of voor liefhebbers, of voor kinderen. Natuurlijk, wetende dat het voor kinderen is, moet je wel rekening houden met de testituur en met de technische mogelijkheden, uiteraard, om dat niet te complex of te uitgebreid te gaan maken. Ik wil ze ook niet onderschatten, voor alle duidelijkheid.